Dit is Drenthe Nu van woensdag 21 december. Met vandaag aantal wolvenaanvallen in Drenthe van augustus tot eind oktober meer dan verdrievoudigd. Minima met een eigen huis krijgen isolatie van de provincie. Een mini-kerstdorp in winterse sferen in Asser woonkamer. Het weer is mistig en gries. Maar blijft het ook zulke donkere dong voor kerst? En wat doet het weer dit kerstweekend eigenlijk? Dat vertel ik zometeen. Goedenavond. Het aantal wolvenaanvallen is in het derde kwartaal van dit jaar meer dan 3 keer zoveel in vergelijking met het tweede kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van Bij 12, de organisatie van de provincies die de schade afhandelt. Aangeschoven bij ons is verslaggever Wouter Westerveld. Ja, Wouter, om hoeveel bewezen wolvenaanvallen gaat het? Als we kijken naar het derde kwartaal gaat het om 53 bewezen wolvenaanvallen. Dat is een flinke stijging, want als je het tweede kwartaal erbij pakt, toen waren het er nog zo'n 16 aanvallen. En wat we ook weten uit het rapport is dat schapen eigenlijk nog steeds het vaakste klos zijn. Er zijn 105 schapen namelijk gegrepen. Maar daarnaast zien we ook dat grote vee zoals runderen ook aangevallen worden. Ja, een opvallende stijging dus. Waar komt die vandaan? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de wolvenroedel bij het Drents-Friese Wold en een aantal zwervende wolven die daar ook hebben rondgelopen. Omdat er natuurlijk meer wolven zijn, is er ook meer voedsel nodig, zegt Bij 12. En als we daar ook van kijken van die 53 aanvallen die er bijvoorbeeld in het derde kwartaal zijn geweest, dan kunnen we ook zien dat van dat roedel-echtpaar, het wolven-echtpaar, dat zij daar 30 keer bij betrokken zijn geweest. Ja, wat valt er verder nog op te maken uit die tussenrapportage van Bij 12? Nou, dat als we kijken naar de zwerfwolven, dat die echt wel groter vee hebben aangevallen. Bijvoorbeeld dus runderen, dat hebben ze 5 keer gedaan. En wat we ook kunnen zien is dat, dat we weten dat er eentje uit Duitsland is oorspronkelijk. Komt, maar dat hij uit onderzoek is gebleken dat hij op dit moment ook niet meer in Drenthe voorkomt. Ja, dus daar kunnen misschien minder aanvallen doorkomen. Dan even naar die andere provincies, hè. Gelderland, Noord-Brabant, daar hebben ze ook de nodige wolven. Worden daar ook zoveel van die landbouwdieren aangevallen? Ja, zeker als we kijken naar bijvoorbeeld de Veluwen in de provincie Overijssel natuurlijk. Daarvan weten we op dit moment dat daar 4 aanvallen zijn geweest door ook een wolvenroedel. En kijken we iets verder inderdaad richting de provincie Limburg en Brabant op een natuurgebied de Grote Heide. Daarvan weten we dat er 7 schapen zijn aangevallen en 3 Oké, Wouter Westerveld, dankjewel voor nu. En met de hoge energieprijzen proberen veel mensen hun huis te isoleren en te verduurzamen. Maar niet iedereen kan dat betalen. Daarom isoleert de provincie Drenthe koopwoningen van mensen die tot 130% van het minimumloon verdienen. Vanmorgen was de eerste woning aan de beurt. Het schemert nog als een isolatiebedrijf gaten boort in het huis van Soeren en El Yazian. En dat klinkt misschien tegenstrijdig, een isolatiebedrijf dat gaten in muren staat te boren. Maar door die gaten wordt isolatiemateriaal gespoten. Nu betaalt El Yazian €150 per maand voor zijn energie, maar straks niet meer. Ik denk dat ik ik ben wel wat goedkoper uit straks. Ik betaal dan zo'n €120, denk ik, schatting. Dus dat is een besparing van €30? Per maand, ja, dat klopt. De provincie Drenthe hoopt de komende tijd honderden huishoudens te helpen met spouwmuur en bodemisolatie. Je komt hiervoor in aanmerking als je een koopwoning hebt waar je zelf in woont. Je jaarinkomen is zo'n €21.000 als je alleen eigenaar bent, of €29.000 als er meer eigenaren zijn. Per huis is er maximaal €2.500 beschikbaar. Huiseigenaren krijgen dus geen geld, maar er staat na goedkeuring van de aanvraag een isolatiebedrijf op de stoep. El Yazian is er blij mee, want hij kan het zelf niet betalen. Deze isolatie kost best wel veel geld en in eerste instantie niet. Dan zou ik echt wel moeten gaan sparen. En dat zou wel deze jaar, volgend jaar niet zijn geworden, denk ik. Na de spouwmuren is de vloer aan de beurt en dat betekent de kruipruimte in. De provincie heeft 6 Drentse bedrijven in de arm genomen om aan de slag te gaan met de isolatie. En die zitten in deze tijd al niet om werk verlegen. We hadden het inderdaad al hartstikke druk, maar het hele mooie van dit concept is dat alle Drentse isolatiebedrijven in hun eigen woonplaats de opdrachten gebundeld krijgen. Dat betekent dat wij als bedrijf uit Assen eigenlijk alle opdrachten zullen gaan doen in Assen, waardoor we logistiek gewoon goed kunnen plannen en de capaciteit goed aankunnen. De provincie is nog aan het kijken om de regeling te verruimen, zodat meer huishoudens in aanmerking komen. El Yazian zit er deze winter in ieder geval een stuk warmer bij. De asielboot in Meppel blijft langer aan de kade van de Paradijsweg liggen. De noodopvang wordt verlengd tot en met maart 2024. Het is de tweede keer dat de opvangtermijn wordt verlengd. De boot was aanvankelijk bedoeld als tijdelijke opvang tot april.
Maar Meppel wist in de tussentijd geen vaste opvanglocatie te vinden. Wel ligt er intussen een tweede asielboot in het Meppelerdiep. 19 politieke partijen doen in maart volgend jaar mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. Daarbij zijn twee volledig nieuwe partijen, namelijk de Drentse Ouderenpartij en de Vereniging van het Politieke Midden. Van de huidige partijen in Provinciale Staten doet alleen de partij STIP niet opnieuw mee. Het kunstencentrum Scala blijft de komende 3 maanden aanbieder van buitenschoolse muziek, theater en cultuurlessen in Zuidwest-Drenthe. Vanwege financiële tekorten dreigden de lessen te verdwijnen, maar de betrokken gemeenten geven een subsidie. Dat is hartstikke goed nieuws. Docenten kunnen aan het werk en onze inwoners kunnen nog steeds de lessen blijven volgen die ze al hebben ingeboekt. Dus de eerste 3 maanden zijn eigenlijk een soort van veilig gesteld. Wat gebeurt er daarna dan? Scala heeft gezegd, wij stoppen per 1 juli, maar de gemeentes hebben gezegd, voor ons is het belangrijk, hoe is het culturele aanbod georganiseerd? Ja. En dat willen we in stand houden. In dit geval een onderzoek, wat is er nodig? Is dat een nieuwe coöperatie? Is dat een doorstart van Scala? Worden dat andere partners? Wordt dat een partner misschien wel uit een andere gemeente? Dat is wat we gaan doen, dat gaan we met elkaar onderzoeken. Het was een klus waar ze wekenlang mee bezig was, maar het resultaat mag er zijn. Jolanda Bel uit Assen heeft in haar woonkamer een kerstdorp gebouwd. Compleet met de letters van de TT, Hunebed D15 en het Koopmansplein. Ze staan nu allemaal in het klein in haar huis. Het geeft zeker wel voldoening, ja, absoluut. Want er zijn toch wel mensen die hier komen kijken en toch zoiets hebben van wow, ja, dat is wel heel gaaf gedaan. Koopmansplein, daar is de kerstboom inmiddels opgetuigd met gezellig wat mensen erbij. Welbekende TT-monument, dat moest erin komen, dat sowieso. Omdat wij grote motorfanaten zijn en je achter de TT-baan woont, het is onze passie. Het hoeft niet duur te zijn. Het heeft maar heel weinig gekost. Iedereen heeft wel steentjes in de tuin liggen of zoek verpakkingsmateriaal. Ga lekker aan de slag. Trots? Ja, zeker. Zeker dat ik die toch wel even geflikt heb. Het is niet groot, maar er is genoeg te zien. Dus, maar we zijn wel van plan om het misschien wat volgend jaar groter te gaan. Want het is veel te leuk om te doen. Het blijkt maar weer, alle clichés ben voor. Want dit bent toch echt wel de donkere donk voor kerst. Blijft het ook zo donker of ben er nog eens wat lichtpuntjes? Nou, vannacht is het grotendeels droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind koelt het af tot een graad of 7. Het is wel wat nevelig en hier en daar kan ook een mistbank ontstaan. Morgen begint weer met wat lichte regen, maar later in de morgen wordt het droog en dat blijft het dan ook. 'S Middags breekt zelfs af en toe de zonne deur. Het wordt een graad of 10. En dan kijken we nog even wat verder vooruit. Vrijdag gaat het flink regen, vooral later in de middag. Het is dan rond de 8 graden. Ja, en het kerstweekend valt er ook af en toe buien. De zonne zijn we bij hoge uitzondering. En het blijft zacht met temperaturen rond de 10 à 11 graden. Dus die lichtpuntjes moeten vooral van de kerstverlichting komen. Ja, dit was Drenthe Nu. Al het laatste nieuws vindt u in onze app of op rtvdrenthe.nl. Lees daar bijvoorbeeld dat Forum voor Democratie verdwijnt uit de gemeenteraad van Emmen. Het enige raadslid, Robert de Jong, breekt met de partij en gaat verder onder de naam Hart voor Emmen. Voor nu een heel fijne avond en graag tot morgen.